Mijn naam is Corrie Meij, ik ben beeldend kunstenaar en heb een atelier aan de Gesselseweg hier in Den Bosch. Mijn werk gaat vooral over de natuur en de vergankelijkheid daarvan. En daarnaast daar heb ik een grote voorliefde voor vogels. En die komen hier in dit traject ook heel duidelijk naar voren. De vogels behoren tot een thema wat heet bossenbiotoop. Het is eigenlijk een kwinkslag, want de namen van de vogels hebben ook vaak namen die bossenaren wellicht heel goed herkennen. Dan heb ik het over de snip en ik heb het over een koekwous, de struiskiep. Dit is eigenlijk het eerste werk wat ik maakte in de serie Bossenbiotoop. Spontaan ontstaan als vogel en kreeg vervolgens de naam de snip. Wat eigenlijk wel voor iedereen een heel herkenbaar begrip is in Den Bosch. Dit is dus de beroemde koekwous die iedereen wel kent in Den Bosch. Ik begin met water waarmee ik de vorm op mijn papier aangeef en vervolgens gaat daar de biester zijn eigen weg in vinden en dan gaat het dus om de dosering. En de finishing touch is dan een beetje aquarel wat dan nog extra kleur kan aangeven. Naast vogels vind ik het heel fijn om mensen te tekenen. Ik heb bijvoorbeeld een serie Door het leven getekend. Gewoon mensen met een bepaalde houding of ouderdom. Niet het mooie, maar het leven wat erin zit. En datzelfde geldt eigenlijk ook als ik met bloemen en bomen bezig ben. Dan is het juist het moment dat het aan het vergaan is. Omdat er dan eigenlijk een geschiedenis achter zit. De bloei en dan het langzaam afsterven. En ja, dat vind ik eigenlijk een heel mooi proces om daar mee bezig te zijn.